Het aantal meldingen van incidenten met verwarde personen blijft maar toenemen. Vooral in Westland en Midden-Delfland is het aantal gemelde incidenten sterk toegenomen. De politie noemt de stijgende trend opvallend en zorgelijk. De cijfers. In 2015 waren in Westland 143 meldingen. In 2016 ging het om 183 meldingen en in 2017 om zelfs 297 meldingen. Dan Midden-Delfland. Daar werden zowel in 2015 als in 2016 25 meldingen gedaan. In 2017 betrof het ineens 60 meldingen. Als laatste Maassluis. In 2015 67 meldingen. In 2016 107 meldingen. En in 2017 122 meldingen. Burgemeester van Ardenne van Westland noemt de cijfers schrikbarend. Absoluut. Dit is heel veel. Er zijn ook niet altijd voldoende opvangmogelijkheden voor deze mensen. Voor de korte termijn hebben we in Delft gelukkig wel de opvang voor verwarde personen. Maar die moeten op enig moment toch weer naar een permanente opvang. En daar zit hem de crux. Daar hebben we onvoldoende ruimte voor, onvoldoende mogelijkheden. En daar is Westland niet uniek in. Maar we moeten er wel werk van gaan maken om voor deze mensen ook voldoende opvang te kunnen bieden. Burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland heeft wel een verklaring voor de stijgende trend. Nou, ik denk dat het wel een beetje te maken heeft met het feit dat mensen ook wel langer thuis wonen. En dat noodzakelijke zorg eigenlijk lang onopgemerkt blijft. En dat het probleem blijft, zowel voor jongeren als voor ouderen, dat die wachtlijsten om ze ergens te kunnen opnemen, dan wel zorg te verlenen, dat die te lang worden, waardoor er onvoldoende hulp wordt geleverd. Ja, daar moeten we met elkaar, wat ik al zei, niet één tandje, maar twee tandjes bijzetten. Wat je eigenlijk ook ziet, dat is als er een incident is met een verward persoon. We hebben het hier bijvoorbeeld ook in het gemeentehuis meegemaakt. Dat iemand ineens binnenrent en helemaal staat te flippen. Wat er dan gebeurt is, dan wordt de politie gebeld, er komen allemaal eenheden. Dan ben je met 15 politieagenten bezig om iemand aan te houden en over te brengen naar de opvang verwarde personen in Delft. En daarna wordt iemand dan beoordeeld door een psychiater na een paar uurtjes. En dan wordt eigenlijk gezegd van, tja, ach ja, het valt eigenlijk nu wel mee. En als meneer zich volgende week meldt bij de GGZ, dan is het wel goed, mag hij wel gaan. En dan denk ik van ja, dan wordt natuurlijk heel veel capaciteit verspild. En meneer is eigenlijk niet verzekerd van een krachtig zorgaanbod. Rodenburg is wel blij met de, zoals hij het noemt, bemoeizorg in deze regio. Mensen hebben al snel door dat iemand in de straat acuut hulp nodig heeft. Ze melden wel snel dat er iets aan de hand is en dat is op zich wel goed. Maar dan moet het volgende traject, het natraject, daar mag wel een tandje bij.